Die koep is belangrijk, boys. Ja, man. Robin zit hier goed, man. Hey, Peet, kom eens even hier. Peter. Wat ga je doen? Vlogje. Ja. Ze hebben... Dit is een toekomstige trainer. Ja. Ze hebben het over, over hun kapsels de hele tijd. Wat vind jij ervan, Peter? Uitstekend. Ja, wel mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Allereerst wil ik je allemaal bedanken voor het kijken, liken en abonneren van de vorige video's. De winnaar van het boek van Johan Cruijff die komt nu in beeld. Maar vandaag, kapitein Hoek is niks vergeleken met deze kapitein. Glimlachend op het veld, 90 minuten lang strijden, maar voelt geen pijn. Net als Robin Hood in de verdediging, pak niet je geld af maar de ballen en levert ze rustig in bij een middenvelder zonder ze in paniek weg te knallen. Wow. We hebben vandaag Joey en Robin in de vlog. We gaan toffe dingen doen, we gaan ze zo even een shoe game doen. We gaan een paar toffe vragen stellen, we gaan latje tik doen. En Robin, hoe heet dat andere ene spel ook alweer? Curling, dat bedoel je. Hij let niet op. Ja, man. Ik weet niet wat je bedoelt. Hij let niet op, jongen. Curling. Weet je wel, met een beetje... Overswept just a little bit. Didn't quite relay the... Kijk wie het meeste gevoel heeft. Toch? Ik ga dat zeker niet winnen. Kijken? Nah, pak echt. Ik ben begint klaar. Al, het begint al. Ik ben klaar. Oké, je ziet achter mij Joey zitten met twee schoenen in zijn hand. De ene is van hem, de andere is van Robin. We gaan een shoe game doen. Wat je vaak ziet op bruiloften, dat de bruid en de bruidegom de schoen omhoog moeten steken na een vraag. Dus ik ga ze vast voorbereiden op hun bruiloft. Ja. Nike, zij van mij. Ja. Deze troep. Troep? Deze troep is van hem. Ben je klaar voor Joey? Ik ben helemaal klaar. Robin? Ik denk het. Jullie moeten natuurlijk wel eerlijk zijn. Sowieso. Ik ben altijd eerlijk. Dus de eerste vraag, wie liegt er wel eens? Dat is wel heel eerlijk van jou, Robin. Mooi. Ja, ik had... Dit vind ik mooi. Joe is wel echt altijd oprecht. Nee, dankjewel. Ik doe nog wel eens een leugentje om best wel. Ik hoef hier niks meer aan toe te voegen. Dit is gewoon eerlijkheid en we zitten op één lijn. Maar kijk, zo speel ik het spel, hè. Dus ik hoop, verwacht ook voor jou dat je eerlijk bent. Luister, ik speel het ook zo. Okay. Maar ik vind het gewoon mooi dat hij bij de eerste vraag dat wij op één lijn zitten. Dat vind ik mooi. Ja, dat vind ik ook mooi. Toch? Sowieso. Jongens, wie gooit er een filter of photoshopt een foto voordat hij op Insta gaat? Ik ga gewoon met deze. Ik doe het niet. Wie is het meest ongeduldig? Wie haalde er vroeger betere cijfers op school? Wie doe jij? Ja, ik weet toch wat ik doe. Ik ben eerlijk. Okay. Van de twee kan beter auto rijden. Oh, nee, ik vind deze lastig, man. Ik zal gewoon eerlijk zijn. Allebei goede coureurs. Wie neemt er nooit shampoo mee en vraagt altijd een teamgenoot? Zo. Je hebt even... Vriend, ik bepaal in de kleedkamer. Hè. Ik neem zo'n pot mee voor het hele team. Hè. Joey zorgt gewoon voor zijn elftal. Ik zorg voor mijn team. El Capitano. Voor liefde voor die boys. El Capitano. Wie is de romantische jongen van jullie? Oh. Ik vind dit wel lastig, hoor. Heb je al gedaan? Ik heb gedaan, maar ik weet niet. We zijn allebei niet top romantisch. We zijn geen toppers, maar... Jij bent wel denk ik net iets meer. Tussen ons denk ik misschien. Hé, hey, ja, is dat zo, Robin? Denk ik wel. Wie kan er beter dansen? Dansen. Ja. Dat vind ik mooi. Ik had hem ook zelf al in de les. Gek om te dansen. En wie van jullie twee zit er de hele dag op zijn telefoon? Ja, allebei tegenwoordig. Je mag er eentje omhoog doen, Robin. Jullie hebben allebei hetzelfde. Heel goed. Ja? Je ziet. Ik ken die man, jongen. Echt. Zaten niet in dezelfde. Nee, dat dacht ik. Hey! Ik was nog zeker van mijn zaken. Wat? Dus welke was het nou? Ik heb jou gedaan. Van die telefoon? Ja, precies. Ben je gek of zo? Yo, nu jij die X hebt, je bent alleen maar op je telefoon. Hé, luister, hij zit, na de training zit hij zo. Hij praat niet eens meer. Vriend. Zie je mij vaak met mijn telefoon? Alleen maar. Waarschijnlijk heb je hem nu gewoon bij je. Volgende vragen. We hebben een gevoelige snaar geraakt hier volgens mij over je telefoon. Oké, jongens. Wie staat er langs voor de spiegel voor een wedstrijd? Hey, hoe lang, Joey? Ja, hoe lang? Weet je, ik doe het thuis altijd al. Weet je? Dan hoef ik op de club niet zo lang, dus dan verbloem ik het een beetje. Oké, Robin. Hoe lang staat hij voor de wedstrijd voor de spiegel? Hij staat wel redelijk lang. Maar ik zei al, hij heeft al best wel veel gel in. En dat moet ook helemaal strak naar achter, weet je wel. En een heel potje, dat duurt even, weet je. Dus ja, vandaar. Maar ja, bij de HEMA zijn ze vaak in de aanbieding. Dus zo simpel is het. Wiens schoenen stinken het meest? Allebei niet, denk ik. Nee, maar.
Nou, als ik moest kiezen, als ik moet kiezen, dan doe ik dit gelijk. Wie wilt altijd het laatste woord? Oh. Ja, denk ik deze, denk ik. Dat denk ik gewoon. Mag ik omkijken een keer of niet? Ja, mag ik een keer omkijken, vooruit. Ja, zie je? Dit is duidelijk toch? En wat zegt hij dan altijd als laatst? Ja, weet je, hij wil het altijd afmaken, weet je. Ook al kom ik met een prachtig verhaal, dan wil hij het gewoon afsluiten. Dat is gewoon zo. Maar ja, dat zie je hem ook wel weer, weet je. Is dat zo, Robin? Vaak weet ik het net iets beter. Geef maar toe. De laatste vraag. Wie van jullie twee heeft er altijd gelijk? Wow, ik vind het lastig, man. Wow. Heb je al gedaan? Ik vind gewoon... Met dit zitten we wel, wij zitten wel vaak op één lijn, hè? Dus dat is wel lastig. Hey, ik ken deze man, jongen. Echt, man. Hey, je bent... Ja, je zag het, de Shoe Game. Ze zijn alvast voorbereid over een paar jaar kunnen ze gaan trouwen. Ik weet niet of je... We gaan nu een challenge doen, we gaan latje tik doen. Ja. Joey, ja, jongen. 5 pogingen, hoe vaak laat? 5 ballen. Ja, je moet altijd laag inzetten dan, hè? 2 keer sowieso, 2 keer sowieso. Robin, 3, dus je gaat winnen. Ja, steen, papier, schaar, dat is een hele goeie. 1 keer, hè? Ik zit in je hoofd, hè, weet je. Goed. Ik zit in... Hij moet ze alle drie raken, dames en heren. Onze materiaal, man, dames en heren. Fluwelen trap. Kijk, kijk, kijk. Hij legt er wel gevoel in. Hey! Oké, ze hebben allebei nog 1 poging. Robin heeft er 1 geraakt, Joey nog niet 1. Dus ja, laatste kans voor Joey. De materiaalman Arnold die deed het bijna beter, maar hij heeft geluk dat hij hem ook nog miste. We gaan even checken wat ze ervan maken, laatste poging. Let's go. Weet je, het was ook geen hoog niveau van beide kanten, moet ik zeggen. 1-0, hij heeft gewonnen. Gefeliciteerd. Als jij gewoon eentje wint... 1-0, 1-0. 1-0 voor hem. 10 ballen, jongens, het niveau was laag. Arnold, rustig aan, hè. De man, echt waar. Gaat op resultaat. Maakt niet uit hoeveel je erop gooit. 1-0 is ook winnen, eerlijk is eerlijk. 1-0 is winnen. Maar Robin heeft gewonnen van Joey. Ik moet zeggen, Joey een eerlijke verliezer. Ja, dat wel. Ja, toch? Ja, we hebben het net gezien, hè, met de wedding challenge, of wat was het? Ik ben gewoon altijd eerlijk en nu ook, dus Robin heeft gewoon gewonnen. We gaan nu, hoe noem je dat ook alweer, Robin? Curling. Curling. Maar nu komt kwaliteit naar boven, dames. Oké, de bedoeling is nu, we gaan de bal vanaf hier schieten richting de middenstip. Ja, ergens. Toch? Ze hebben allebei weer 5 pogingen en wiens bal het dichtstbijzijnde bij de middenstip blijft, heeft gewonnen. En ze mogen elkaar zijn bal wegschieten, wegtrappen, wat ze ook doen, weet ik niet. Ik zou zeggen, ja, steen, papier, schaar, wie er begint. Ik zit in zijn mind! Ik zit in zijn mind, ik zeg het toch! Hey. Robin. Lekker, Robin! Is te hard, wacht even. Dit ligt redelijk, geloof me. Hij ligt op dat lijntje. De winnaar is al bekend, hoor! De winnaar is al bekend, kijk maar! De winnaar is al bekend!
ja. Even op de ik schiet een mooi stadion. Hij is bekend op de Kijk. Ja. Kijk, middenstip. Kijk. Paul Joey. Middenstip. Weet je, dat lastje knallen, dat hoeft allemaal niet. Het gaat om het gevoel, dat heb ik je gezegd. Hè? Al die vier ballen hier omheen zijn allemaal van mij. Moet ik hem nog schieten? Hij schiet ze alle kanten op en na één gelukstreffer ligt hij weer hier. Hè? Wat jij wil? Ik heb maar vier ballen nodig. Oei, Robin. Hij schiet zijn laatste bal niet eens, man. Luister, net had hij vijf ballen om één keer de lat te raken, heeft hij ook niet is het ook niet gelukt, dus. Kom. Hij steekt je gewoon de gek aan, ja, Robin. Weet je de spelregels? Nee. Zeg maar, je hebt zeg maar ringen. Ja. En elke ring heeft punten. Ja. En hij is wel deze, is hij dichtbij. Dat is zeg maar, laten we zeggen 20 punten. Maar als je dan de volgende ring steeds 10 punten pakt. En mijn drie ballen liggen op 10 punten, denk ik. Nou ja, weet je, het gaat om die gouden 30 bal. 30 om 20. Jij raakt één keer de lat, ik raak hem hier één keer. Goed, toch? Gefeliciteerd. Mooi. Ja? Ja, zeker. Gefeliciteerd. 1-1. 1-1. Je ziet het. Ja, ja. 1-1. Joey is echt blij. Hij was belangrijk, hoor. Hij was belangrijk. Maar ik heb je ook gewaarschuwd, hè? Dat is waar. 1-1. En Robin kwam nog met een heel mooi verhaal aan regels. een goed verhaal was het. Het was een heel goed verhaal. Laat zitten, man. Okay, laat het zitten. We gaan over naar de laatste. Ik heb een feest. Hij is wel die curling kennen, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Hij weet die regels. Doe vaker. Nu, de boys kiezen dadelijk één stoel uit. Oh ja, dat was het, ja. En dan gaan we vanaf het veld. De bal in het stadion in schieten en wiens bal het dichtst bij zijnde bij die ene stoel raakt of ligt. Ligt. Waar die ligt. Het gaat erom waar die ligt. Waar die op het einde ligt. Waar die op het einde ligt. Als je hem schiet. Ja, je moet hem dus zachtjes. Ja, je moet hem. Het komt weer op moet gevoel lopen. Aan. Hey. Je moet het lopen. Komt weer op gevoel aan, dames en heren. Joey heeft weer eens voorsprong. Robin kijkt er moeilijk bij. Ja. Ik weet al wat ik ga doen. Ik heb er al over nagedacht. Maar ik wil wel graag op de hoofdtribune een keer schieten. Ja, dat gaat. Dat doen we. Ik zou zeggen, steen, papier, schaar. Als hij wint, dan bepaalt hij welke stoel. Oké. Okay. En daar schieten we twee ballen op, of één bal? Nee, één bal. Eén bal. Ja. Dat, kijk. Eén en bal. Dat is hem gewoon. En dat is hem. En dan. Oh! Hey. Ik blijf rustig. Ik zit in zijn mind. Robin Pruppen, ik mag kiezen. Hij moet als eerst schieten, hè? Hij moet vanaf als eerst schieten. Vanaf waar schieten wij? Dit puntje. Nummer 39, achter de dugout, zie je hem? Ik wou zeggen, daarboven zit ook een 39. De eerste 39, na Starline. Oh nee! 39! Het is 39! Nee! Want dit punt kan echt niet! Ik ga er laatst. Hij is echt je! Nee! Hij pakt hem gewoon! We gaan zo even kijken! Robin! We gaan zo even kijken! Eerst zien en dan geloven mensen! Eerst, nee, maar dit. Weet je, als je. Ja, dit is goud, dames en heren, dit is goud. Als je dit flikt, ik noem nummer 39. En die zit hier. En het balletje ligt er gewoon in. In het stoeletje. En dan moet je nog schieten. Ik vind dit kwaliteit. Robin Pruppen, mijn complimenten heb je. Maar ik mag nog schieten. Robin, hoe voel je hierbij? Op dit moment voel ik me nog heel gelukkig. Maar ik heb ook vertrouwen in jouw trap te schieten. Ja, dit is mijn nummer. Weet je, dat is het enige wat we nog kan redden. Dit is mijn nummer. Ik vind dit echt een speciaal moment in jouw vlog. Hè. Dat meen ik echt. Dit is een gouden moment. Dus nu moet eigenlijk iets in beeld komen van... Goud. Nu moet er gewoon gevlogen worden. De Golden Boy Award. De Golden Boy Award. De Golden Boy Award. Weet je wat? Die hebben we binnen. Die hebben we. Maar Joey en Robin, we moeten de mensen wel even duidelijk maken. Jongens. Ja. Oprecht. Met twee handen in de lucht. Ja, ik ook. Ik wil elk boek vasthouden. Maakt niet uit. Spugen, sferen op alles wat mij lief is. Er is niets gekregen. Ik zweer het je. Dit is echt. Weet je, ik ga niet. Ik wil winnen. Nee. Maar als dit gebeurt, dan moet je gewoon eerlijk zijn, toch? Dat is duidelijk. Ik zeg Joey, succes man. Ja. Het gaat hem niet meer worden. Oh! Hij valt ernaast, man. Oh. Hey, we gaan kijken. Oh mijn god. Hey. Ik zeg, er wordt wel kwaliteit. Hey, wacht even. Wat hier allemaal gebeurt, is niet meer normaal. Hij valt er gewoon naast. Die tribune op. Fuck aan met deze boys. Kijk dan. Ligt hij net? Hij ligt gewoon 38 hier rustig. Ja, ik zeg je eerlijk. Hey, dit. Neem met je 38. Wat hier gebeurt, dames en heren. 38, 39. Dit is niet normaal. Ja, Prupper, ik zeg je eerlijk. Ik ga er gewoon naast staan. Ik vind dat jij er ook even bij Ja, we gaan gewoon. Hoe kom erbij? Ik ga hem gewoon feliciteren, weet je. Zo is dat. Ik wil wel zeggen. Ik zeg eerst van harte gefeliciteerd. Dankjewel. Het is dik verdiend. Op mijn nummertje. Maar ja, kijk, dit is wel. Maar ik moet wel zeggen, ik heb er alles aan gedaan. Dat wel. Om zo dicht mogelijk bij deze man te komen.
Maar hij heeft het verdiend. Gefeliciteerd. Deze boys zijn lief voor elkaar, man. Ja, die zijn lief voor elkaar. We zijn ook maatjes, we zijn ook maatjes. Maar ja, hij verdient het gewoon, weet je. Als je zo'n bal op stoel nummer 39 legt, ja, dan is 38 de meest dichtbijzijnde, weet je. Precies, tweede plaats. Heel mooi. Meer kan ik niet doen vandaag. Precies. Echt niet. Ongelooflijk. Ik heb hier gewoon geen woorden voor, man. Nee. Ik weet niet wat ik moet zeggen, boys. We leveren in ieder geval kwaliteit af met z'n tweeën. Dat, weet je? Gelukkig dat is het wel. Als je trouwens Keurling en het latje trappen er even uit haalt, dan, dan weet je wat kwaliteit is. Ja. Robin en Joey, was een toffe middag. Zeker. Absoluut. Ik zag net buiten al dat jullie goede vrienden van elkaar zijn, goed met elkaar kunnen opschieten. Maar Robin, stel je voor, je ziet een vallende ster. Ja. En je mag één wens doen. Maar die wens is voor Joey. Wat wens je voor hem? Wauw. Ja, ik wens hem alle geluk toe. Gewoon dat hij een gelukkige carrière heeft met zijn liefdesleven, familie, noem maar op. Alles gewoon. Het is gewoon een topgozer. En ik hoop dat hij alles wat hij, de vrede en de liefde die hij aan anderen geeft, dat hij dat ook allemaal terugkrijgt. Joey. Yes. Je ziet een vallende ster. Je mag een wens doen voor Robin. Wat wens je? Ten eerste natuurlijk heel veel gezondheid. Voor hemzelf en voor zijn hele familie. En iedereen die lief heeft natuurlijk. En daarnaast heeft hij een hele mooie familie met heel veel voetbal erin. En ja, ik hoop dat daar heel veel succes in gaat zitten. En dat zit het al. Maar ik gun ze, hij heeft drie broers. Ze zijn met z'n drieën, zijn broer en zijn jongere broertje. En ik hoop dat ze allemaal zo ver mogelijk gaan komen. Man. En zo fit mogelijk blijven. Zo lang mogelijk. En dan gaat het goed komen. En gezondheid is het belangrijkste. Zo is het. Wat? Wat een woorden. Ja, maar boys, er is één ding wat jullie vergeten hebben. Wat mag je bij een wens nooit doen? Vertellen. Oh. Dus nou, dit weet je allemaal niet uit. Dat nou weet hij in ieder geval. Maar het is mooi gepraat en ik hoop oprecht voor beide dat het gewoon allemaal uitkomt. Jawel mensen, en we zijn aan het einde gekomen van deze vlog. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken. Robin en Joey hebben allebei een aanvoerdersband en een bal in de hand. Die gaan ze dadelijk ondertekenen en die gaan we verloten. Dus laat een leuke reactie achter. En boys, hebben jullie nog laatste woorden iets? Onthoud nummer 39 zou ik zeggen. En we wensen Oeger ook heel veel plezier met zijn vlogs. Heel veel succes ook. En, was gezellig. Ja, bedankt voor de gezelligheid en hopelijk komen er heel veel views. Dus like het zou ik zeggen met z'n allen. Precies. Reageer voor die bal en voor die aanvoerdersband. We hebben ze nu nog in de hand. Hè? Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Ciao. 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 Echt die krul erin. Krulletje, mooi.